Oh, Wouter, hij lijkt precies op mij. Dit is gewoon een zelfportret als ik er naar kijk. Wat een knappe. Een knappe. Yo, mensen van Dodo, welkom bij een splinternieuwe Dodo Survival aflevering. We zijn weer terug in Nederland en het zonnetje schijnt, maar niet buiten. We zijn trouwens helemaal niet in Nederland, we zijn in België. Maar dat terzijde. Het zonnetje schijnt net zoals in Turkije. Want voor de mensen die het niet door hadden, ik had het verteld in een survival aflevering. Maar ik was voor 8 dagjes samen heerlijk met Maisha naar Turkije. En jongens, wat was dat heerlijk zeg. Heerlijk zon. Zee en ja, nog meer dingetjes eigenlijk, wat er allemaal bij hoort. Oh, het is wel lekker om weer thuis te zijn, moet ik zeggen. Het is, je hebt altijd, als je op vakantie bent, dan ga je toch bepaalde dingetjes thuis missen. Maar ik zou ook weer zo volgende week lekker terug kunnen gaan en een lekker bruin kopje krijgen. Hij is iets bruiner, niet heel bruin. Ik word niet heel bruin, maar Isha wel. Maar ja, weet je, dat hoort er allemaal bij. Ik weet niet waarom ik eigenlijk niet bruin word. Want ik word gewoon bijna nooit snel bruin. Ik heb altijd dat het 10 jaar duurt, dat ik 10 jaar in de zon moet zitten. En dan eindelijk misschien een kleurtje ooit zal krijgen. Maar ja, het is gewoon niet voor mij weggelegd. Ik zie heel altijd van die mensen die zijn dan 2 dagen op vakantie en zijn meteen poepie poepie bruin. En dan denk je van, damn. Hoe dan? Hoe dan? Maar wij zijn even weg geweest. Ook al gingen de video's gelukkig nog door. Waarvan trouwens bedankt voor de support dat jullie gewoon lekker bleven kijken. En ja, mocht je het nou leuk vinden dat ik weer terug ben, vergeet niet dat duimpje omhoog te smashen. Want dat is altijd super gewaardeerd. Maar wij gaan natuurlijk eventjes naar de Hall of Fame. Want er zijn ontzettend veel comments achtergelaten in de tijd dat ik weg was. En kijk, dit is natuurlijk de prachtige Hall of Fame. Mocht je nog niet weten hoe je erin moet komen, laat gewoon een comment achter in je Minecraft naam. Oh, en ik gooi even zaad op de grond. Waarom niet? Laat gewoon een comment achter en ja, zeg gewoon iets leuks of laat iets weten of zeg in ieder geval iets. En dan kies ik je comment uit en lees ik hem voor en dan kom je op de wall. Nou, ik ga het gewoon laten zien. Dat is een stuk makkelijker. Hier zegt bijvoorbeeld Martijn Koppelmans: hey Wouter, supercoole video. Ik zit elke dag om 5 uur te wachten tot de video online komt en elke keer blijf me verbazen hoe cool je video's zijn voor je kleine kanaaltje. Je bent veel gaver dan alle grote kerels. Je verdient veel meer subs. Minecraft Lime, Caraboy 123. Ik krijg dat heel vaak te horen op de een of andere manier, dat mensen zeggen dat ik meer subs vind. Ik weet niet, het is natuurlijk een heel tof compliment. Dankjewel Martijn. Maar ik heb ook zoiets van, ja, als je meer verdient, dan komt het vanzelf wel. Er is geen haast. Ik bedoel, ik vind het super tof om het nu voor gemiddeld tussen 2.000 en 3.000 man te doen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik bedoel, uiteraard zou het tof zijn als er ooit meer bijkomen. Maar ik ben heel blij met wat ik heb. En dat is een mooi iets. Maar Martijn moet wel je erbij zetten, want dat vergeten we anders. Slash Skull. Volgens mij was dat het toch? Carboy 123, is dat hem? Yes, dat is hem. En heeft een anonymous. Maar als je mij wil supporten, dan kan je natuurlijk altijd gewoon misschien een videootje tweeten of een comment achterlaten of een like. Dat helpt allemaal super erg. En ja, kijk, je denkt altijd van, ja, als één iemand het doet, wat maakt het uit? Maar als iedereen het doet. Stel, van de 2000 man die het elke keer kijken, als iedereen elke keer een like zou geven, dan zou deze video veel meer likes hebben. Dan zou YouTube zeggen, wow, deze video is cool, ik doe hem naar de frontpage. En dan zou dat gaan lopen. Zo werkt dat bij YouTube. Daarom heb je ook mensen, zoals laatst bijvoorbeeld met Gio, die dan een viral hit heeft. Vanaf dat moment explodeert een kanaal, omdat hij in één keer veel exposure heeft gehad. Dus eigenlijk moeten we misschien een keer een video maken en gewoon zeggen dat we op die video gewoon altijd een comment of 2 comments of zo. Ik weet niet of het zou werken, of je tegen je kijkers zou kunnen zeggen, maak 1 video viral. Dat zou eigenlijk een best goed idee zijn. Maar dan gaan we dat een keer met een parodie doen, oké? Dan ga ik het aankondigen. Lijkt me wel een goed experiment. Maar we gaan nog iemand tussen zoeken. Ik zit ondertussen op de andere monitor te kijken. Hier hebben we iemand, een naamverwant. Wouter Hotzelmans, die zegt, Dodo, dit is zo'n like-serie. Ik kijk en like het meteen. Ik hoop dat dit een Wall of Fame plek verdient. Minecraft naam Wouter24. Nou, natuurlijk Wouter. Het feit dat je het altijd kijkt, dat is sowieso een mooi plekje waard. Kijk, dit is Wouter. Brrr. Oh, Wouter. Oh, Wouter. Hij lijkt precies op mij. Dit is gewoon een zelfportret als ik er naar kijk. Wat een knappe vent. Een knappe vent. Oké, okay, we gaan er dan nog eentje doen.
Het zou, van NL Games, het zou echt super vet zijn als je een parodie maakt en dat Iron Ores ding iets erin doet. Ja, het lijkt me ook wel echt heel lachen om een parodie te maken. Dus ik ga er zeker over nadenken. Dat zal ik in ieder geval zeggen. De Minecraft-naam is X0 PvP X Plays Minecraft. Woep, woep. Bam. Dat is hem. Met een mooie hoed. Nice. Nou, vanmorgen doen we natuurlijk gewoon weer mensen op de Wall of Fame. Ik bedoel, iedereen is van harte welkom daarop. En in de tussentijd gaan wij even wat dingetjes regelen. We hebben Iron, dat is mooi. We hebben een mooie dag, dat is mooi. En jawel, jawel jongens, ik heb eindelijk de template aangepast. Want zoals jullie waarschijnlijk niet is ontgaan, had ik vorige keer dus echt super vaak jawel, jawel erin staan. Ongeveer iets van 10 afleveringen. Want ik had alles voor de vakantie opgenomen en alles geëdit. En toen kwam ik er later pas achter, ja, dat die fout daarin zat. Dus dat was een beetje stom, maar dat kan helaas nou eenmaal gebeuren. Waar is al het wiet? Oh, dat heeft Maisha of niet? Ah, ze heeft gewoon mijn wiet gestolen. Mi weed. Zo. En dan pakken wij... Oeh, diamonds. Oh ja, dat gingen we doen. We gingen leather. Leather voor de enchantment dingen gingen we halen. Dus dan gaan we hier naar binnen. Zo. En dan kijken we haiku. Dan geven we jou wat wiet. En we geven... Nee, wacht even. Met de schaap. Dat gaat niet werken. Hebben we nog een koe? Ja, daar is nog een koe. En dan gaan jullie met z'n tweetjes moe, moe, moe. En we hebben nog een koe. Nice. Well done. Ik laat ze denk ik nog huftjes leven. Ik ga gewoon op stap. En dan kan ik hopelijk een koetje vinden. En dan kan ik die gewoon vermoorden voor leather. Want we hebben nu 2 leather. Nou, dat is helaas niet genoeg om daadwerkelijk iets met enchanting te maken. Want je hebt... Oh ja, ik heb sowieso een diamond pickaxe nodig voor obsidian. Dat is wel slim. Dus we moeten sowieso een diamond pickaxe maken. En die kunnen we dan later altijd nog enchanten. Indien dat nodig is. Zo. Maar ja, gaan we hier een koe vinden? Dat is een beetje de vraag. Hadden wij al varkens? Volgens mij hadden we nog geen varkens. Zullen we het varkentje meenemen? Laten we dat eens doen. Kom maar, Piggy. Piglet. Komt u maar. Yes, yes. Ik vind wel... Oh, daar is nog een varken. Oké, blijf hier, oké? Blijf hier. Niet verzuipen. Niet verzuipen. Ik hoop dat je de zwemles hebt gehad. Ik vind het wel heel leuk om echt progressie te zien in wat ik doe. Ik bedoel, dat heb je natuurlijk met een survival. Maar het is helemaal leuk als je het zelf doet. Ik vind het leuk om te kijken, maar zelf spelen is ook leuk. Hallo, Piggy? Yes, beide Piggies? Nice, komt u maar mee. Oh, chill, dan hebben we gewoon 2 Piggies. Ze zijn wel super slim in water. Het zijn geen waterbiggetjes. Yes, en links... Ja, nice. Ik ben trouwens bezig met Kingdom, voor de mensen die daar benieuwd naar zijn. Het is namelijk zo... Oh, jongens, oké, deze kant op. Er komt weer Kingdom op mijn kanaal. En ik wil het best regelmatig ook weer gaan uploaden, omdat ik merk dat heel veel van jullie het gewoon leuk vinden. En ik vind het ook leuk om zo'n projectje te hebben. Ik heb 2 jaar heb ik filmschool gedaan. En dan is het eigenlijk wel heel leuk om ook een... Ja, echt een mini-film telkens uit te brengen. Want ja, je bedenkt natuurlijk het script en je filmt het, je acteert erin en je doet de muziek en alles erbij. Dus dat ga ik weer doen. De eerste aflevering zijn we nu mee bezig. Alle voorbereidingen zijn gemaakt. De hele set is gemaakt. En ja, die gaat er dus aankomen. We hadden gewoon een piggy. Nah, maakt niet uit. Des te meer piggies, des te meer vreugd, toch? Maar de eerste aflevering. Het gaat een heel interessant iets worden, de storyline. Ik ga namelijk iets creëren wat nog nooit op Kingdom gedaan is. Iets, een nieuwe, hoe zeg je dat, dimensie? Komt erin voor. En als die piggies nou even naar binnen komen... Dit zijn trouwens Kingdom spoilers voor de mensen die het nog niet door hadden. Hallo, kom naar binnen. Guys. Yo. Dude. Kom. Kom! Ja? Ja? Yay! Nice. Maar ja, er komt dus een hele nieuwe... God jongens, gaan ze dicht. Nou, jullie mogen echt dood. Dat klinkt cru. Maar er komt dus een hele nieuwe dimensie. Misschien kan je het zelfs wel een nieuwe wereld noemen. En dat is ook al besproken met David. Dus dat gaat gewoon lekker allemaal door. Dat moet nog wel allemaal gemaakt worden. Maar rond aflevering 3, 4, dus vrij snel in het begin...
Oh shit, dat was een koe. Maar zullen wij ook in die wereld aankomen? Als het goed is, als alles goed gaat natuurlijk. Nou, zal ik nog één kleine Kingdom spoiler doen. Dat is namelijk dat de eerste aflevering gaat openen met een begrafenis. Dit is echt een scène waar ik heel erg naar uitkijk. Het lijkt me zo sterk. Je hoort dan hoe ik het voor me zie. Ik weet niet of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, maar hoe ik het voor me zie is dat je een zwart scherm hebt en misschien een Kingdom titel of iets anders. En dan hoor je de begrafenisbel. Oh, ik kan gewoon spannen. Het gaat in ieder geval heel vet worden. En vanaf daar, ja, we gaan natuurlijk achterkomen waarom diegene dood is en wat er gebeurd is. En het zal een hele grote rol gaan spelen in de serie wat er met die persoon gebeurd is. En ja, ik heb er best veel zin in, to be honest. Want we gaan ook daarnaast nog andere serietjes eruit gooien, omdat ik weet dat iedereen alles met Kingdom wat tof vindt. Dus er komen nog extra dingen allemaal langs. Het wordt echt super cool. Ik heb er echt zin in. En ik hoop jullie ook. Want het is altijd wel zo'n video die iedereen wel waardeert. Als in, als je er veel tijd in steekt, dan wordt dat ook wel gewaardeerd. Ik zocht hout. Hout. En dan pakken we deze, want dan gaan we obsidian halen. Boom. Laten we naar beneden gaan. Een diamond pickaxe, jongens. Wie had dat nou gedacht, dat wij dat nog moutje meemaken? Ik had het niet gedacht. We gaan gewoon helemaal naar beneden. En dan nog verder naar beneden hebben we hier een iron pick. Ja, stone is ook prima. En dan gaan wij daar hakken. Shaders uit, zo. Woe! Het ziet er meteen zo anders uit. Hier kunnen we vast wel iets van obsidian scoren. Ja, we gaan gewoon hier naar beneden. Maak hier een trappetje zo. En dan moeten we heel lang gaan hakken. Want wat hadden wij nodig? We hadden volgens mij 2 obsidian nodig. Maar ik weet het niet zeker meer. Ik zou het recipe moeten opzoeken. Is dit obsidian? Ik denk het wel. Heeft iemand een torch? Kunnen we het een beetje verlichten? Boom. Yes, we can. Yes, we can. En er zit daar nog obsidian. Nice. En daar ook. Great. Hoeveel lagen zit hier eigenlijk aan obsidian onder? Ik bedoel, als je door obsidian heen kan hakken, dan kan je ook dus naar het einde van de wereld hakken. Of zal het gewoon eindeloos obsidian zijn? Dat weet ik helemaal niet. Kan je dit wel hakken? Of is het... Oh nee, dit is bedrock. Nou. Derp! Dit is echt derp. 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 Au! En ik zit ook nog vast. Ik dacht dat bedrock en obsidian hetzelfde waren, maar ik was niet echt goed aan het nadenken. Want dat is uiteraard niet het geval. Kijk, dit is beter. En dan hebben we water nodig. En hebben wij water? Ja, nee. Natuurlijk niet. Niet aan gedacht. Was dit nou terug of was dit nou heen? Dit is terug. Maar hier moet wel ergens water zijn, toch? Volgens mij was hierboven was water. Dan ga ik maar eerst gaan we een... We hebben al het iron weggelegd. Oh my god, jongens. Oké, we gaan wel gewoon naar boven een bucket pakken. Omdat we zo stom zijn. Omdat we zo dom zijn. Helaas, helaas. Maar ja, iemand moet er dom zijn, toch? Is hier misschien... Oh, daar is iron. Oké. We gaan het gewoon hakken. Hup, jumping parkour. En dan, dan maken we meteen een bucket. Overtje kunnen we wel fixen, toch? Ja, dat kunnen we wel. Dat kennen we wel. Zo, dan zetten we deze hier neer. En dan maken we een oven. Oh, oven. Yes. En dan zetten we die daar neer. En doen we iron. En dan... Nou, doen we maar gewoon hout. Is het aan het branden of niet? Ik denk het wel. Hoort het niet gekleurd te zijn? Yay! Oké, het werkt. Phew. En dan hebben we daar hebben we meteen water. Oké, dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Ik weet niet hoe ik het erop moet doen, maar... Het zal vast wel goed komen. Was er achter nou lava of niet? Nee, alleen water. Alleen wat water, water, water. Oké, zo. En doen we zo. En doen we zo. En dan hebben we de bucket. Een lekkere bucket. Woep. En dan pakken we water. Waar kunnen we water pakken? Ja. Ja, water. Hallo. Waar zit de watersource? Kan ik hier niets van water pakken?
Oh, daar is lava. Oké. Okay. Geef me water, dank u. Nu gaat zeker alles weg. Holy shit, dat allemaal van één watersource komt. Damn. Oké, dat had ik niet verwacht. Woo! Spring in het water! Let's go, naar beneden. Om wat obsidian te halen. Hier is gold. Gold is ook altijd welkom, dan kan je vast wel coole shit mee maken. Cool zizzle. Wat zizzle. Zo, en dan door. Maar hier was het niet. Waar was het? Hoe kan ik nu al misgaan? Ah, hier naar beneden. Denk ik. Oh ja. En hier. En dan hier doorrennen. Hier omhoog. En dan hier lava. Maar oké, het moet niet kobbel worden. We hebben twee kansen. Want daar hebben we lava en hier. Oké, gooi gewoon zo neer. Zo. Wordt het kobbel? Het is obsidian! Lekker. Lekker bezig, jongens. Oké, dus dan hakken we wat obsidian. We kunnen meteen ook voor de nether portal hakken, bedenk me nu pas. Dat is best slim. Hakken, hakken, hakken. En geen ruimte. Zo. Nou, dit gaat wel eventjes duren. Woe! Ja, Kingdom. We gaan ook daarnaast nog een nieuwe serie lanceren. Voor de mensen die benieuwd zijn. En dat is Behind the Kingdom. Want ik merkte dat heel vaak als we een bouwtutorial doen of we laten een timelapse zien of andere toffe gebouwen. Dat mensen willen weten ja, hoe het daar is gekomen en hoe bijvoorbeeld Kingdom gemaakt is en dat soort dingen. Dus dat gaan we in die serie doen. Er komt gewoon Behind the Kingdom. Dus we gaan laten zien hoe je die huizen maakt, hoe je die paleizen maakt. Dus Jurgen, met wie ik laatst ook de survival had opgenomen, die laat zien hoe die dan met zijn bouwteam zo'n project maakt. Er komen gewoon hele toffe dingen aan. En ik laat misschien zien hoe je bepaalde dingen moet editen, waar ik mijn muziek vandaan heb. Weet je, dat soort dingen. Ik denk dat het wel heel tof wordt. Het gaat gewoon het kanaal iets meer interessante dingetjes geven, hoop ik. Pam, pam, pam. Hoeveel hebben we? Ik weet niet hoeveel je nodig hebt voor zo'n ding. Nou, we gaan gewoon tot de 10. Tot de 10 hakken. Dat vind ik wel een goeie. En anders hebben we altijd hier nog genoeg obsidian om het te pakken. Zo. Want voor de rest heeft volgens mij obsidian niet echt een praktisch nut. Je gebruikt het om te bouwen voor de nether portal. Je gebruikt het om de enchanting room te maken. Maar ja, waar zou je het voor de rest nog voor gebruiken? Niemand weet het. Niemand weet het. Er zal vast wel een recipe zijn die het nog gebruikt. Waar ik dan uiteraard geen idee van heb. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Je hoeft niet alles te weten. Nou, jawel. Nee, oké. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar oké, alles is wel heel veel. Is wel heel veel. Maar guys, ik ga het voor nu ga ik deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het een super leuke aflevering vonden. En dat jullie hopelijk uitkijken naar morgen om 5 uur, wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. Kijk dus ook heel erg uit naar de Kingdom, want ik heb er heel erg zin. Ik ga proberen om het volgende week online te gooien. Dat moet op zich wel lukken, denk ik. Ja, dat moet wel lukken. Ik beloof niets, maar ik zeg het wel vrij zeker dat het eraan gaat komen. Mocht je deze serie nou leuk vinden, vergeet niet het duimpje omhoog te smashen. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Je kan natuurlijk, deze vakantie zijn er allemaal afleveringen geweest. Die kan je allemaal terugzien. Als het goed is er gewoon een afspeellijst op mijn kanaal te vinden. En dan kan je daar gewoon terugkijken hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Ik heb Q&A's gedaan, ik heb mensen uitgenodigd. David is langs geweest. Maisha, mijn vriendin, is langs geweest. Jurgen, de gast die super goed kan bouwen, is langs geweest. Die nog meer, Dylan is langs geweest. Oh shit! Er zijn heel veel mensen langs geweest en er zijn al super veel dingen gebeurd. Dus als je dat nog niet hebt gecheckt, check dat dan even in de afspeellijst. En dan hoop ik jullie morgen bij een nieuwe aflevering te zien. Tot volgende keer, mensen. Oftewel, tot morgen. Ciao.